We staan op dit moment bij de Martinuskerk in Gent, waar wij een mooi nieuwbouwplan realiseren. Normaal gesproken is het natuurlijk heel vaak dat je dit soort locaties die uit de centraliteit worden gehaald. Je zegt van ja, wat moeten we ermee, wat kunnen we ermee. Er wordt heel vaak aan sloop gedacht en wij hebben in dit geval gedacht van nou, laten we een stukje behouden. En ook voornamelijk de cultuur, historische waarde van met name het voorfront behouden. Hier heeft een hele grote kerk gestaan en die was al een paar jaar niet meer in gebruik. En toen heeft Hendricks Bouwontwikkeling het initiatief genomen om de kerk gedeeltelijk te slopen. Maar wel de beeldbepalende elementen. Dus u ziet het voorfront, ziet u straks staan, en de priesterkoor die te behouden. En een prachtige woning, appartementen tussen te maken. En daarachter ook een aantal patiowoningen. Nou, toen ik hier vorig jaar juni was, toen was het open huis. Toen konden alle mensen die interesse hadden in een kerk, woning, een appartement of een patio, die konden daar kenbaar maken. En wat je ziet, hoeveel mensen daarop afkomen, is geweldig. En de reden is ook gewoon dat het gewoon een prachtig plan is. Als u de tekeningen ziet en straks het resultaat, nou, dan weet ik zeker dat u ook zegt van wauw, echt een aanwinst voor Gent. Op zich gaat het al heel snel. Als je ziet wat de afgelopen maanden is gebouwd, nou, dan gaat het als een tierenlier. Dus ik hoop ook echt dat het gewoon nog echt zo snel doorgaat. Dat de mensen echt deze tijd volgend jaar in hun woningen zitten en lekker naar elkaar kunnen kijken van nou, dat is een hele mooie stap die we gezet hebben om hier bij de kerk te kunnen wonen.